mensen van MLCraft Games, daar zijn we weer! Wij zijn Luc en Maarten en wij spelen vandaag Custom Map. Dit wordt de tweede episode van Puzzle Castle 2. Yeah! Als je de vorige aflevering hebt gezien, dan weet je dat we nu bij het eerste checkpoint zijn. En, dat wilde ik zeggen! Nou, hier, de checkpoint is nu open! Ja, oké. Ik dacht dus dat je vast liep, sorry. Maar hij is nu open, dus we gaan erin! En als je de vorige aflevering hebt gezien, dan weet je dat we best wel baas zijn hier, dat ik best wel baas ben hierin. En ook Is de bordjes? Op dit punt vraag je misschien af waarom mijn kasteel gemaakt is van iron. Maar waarom zou ik daar een reden voor hebben? Het is mijn kasteel. Is ijzer. Ja. Het is mijn kasteel. Je moet de klemtoon beter leggen. Moet ik de klemtoon beter leggen? Jee, we hebben weer een rulebook. Jee, daar wordt iedereen zo blij van. Nu mag ik, want ik ben. Oh ja, jij wil hem doen, hè? Ik mag hem altijd doen, want ik ben cool. Moet je hem wel bij het einde doen, hè? Ja, ik kan het niet goed zien. Maar ik heb geen Optifine. Fuck! Zo, daar gaat onze eerste. Nummer 1. Nee, doe het maar niet. Ja, hoe ga ik het dan doen? I have to be on the chest. Fuck. Oh, ik ben er al gewoon op. Volgens mij moet ik hem nu zo erop. Huh, what the fuck? Fuck. Misschien moet je daarheen springen. Spring daar eens heen. Oh! Waarom werkt jouw shift niet? Mijn shift werkt hartstikke goed. Hartstikke goed, nee. Ja, nu is Luc dus bezig. Ik ben even bezig, want ik ben fucking baas hierin. Tuurlijk. Nu zitten we samen bij mijn thuis. En zijn we. We zitten in Maarten's huis, want. Omdat het kan. En nu is Maarten dropjes aan het jatten. Van mij. Klopt. Mijn dropjes. Ja, Maarten is verslaafd aan dropjes. En nu zitten we vast. Yay! Maarten, verzin eens een onderwerp. Of kijk even op mijn computer wat voor onderwerp er staat. Want ja, ik heb niet voor niets gedaan, want ik weet dat we soms best wel stilvallen omdat we niks te vertellen hebben over ons kanaal en zo. 14-jarige valt in een ravijn. Hoe de hel kan een 14-jarige in een ravijn vallen? Nou, gewoon. Dan ben je toch ook wel de grootste mogol die er is. Ik zie jou nog wel in een ravijn vallen. Nee, maar serieus. Kijk. Ja, serieus. Als er staat, 8-jarige valt in een ravijn, dan snap ik het nog wel een beetje. Maar 14-jarige moet je toch wel beter weten. Ja, misschien was het een bedweter. Ja. Waarom pest deze map mij zo? Ik snap er echt helemaal geen kut van. Mag je ook iets kapot maken met deze dingen? Nee, hier moet je een zwaar voor gebruiken. Kut. Goed. Goed, en we hebben het vandaag totaal verneukt. Het kutte is, er zit geen resetknop op. Nee. En nou komt Maarten genie. Nou, dan gaan we hem even opnieuw doen. Zet hem eens knop of een. Nee, we gaan hem niet opnieuw doen. Nou. Oeps. Oh, Maarten. Ja, mensen, als het ons niet lukt, dan moeten we ons wel cheaten. Moeten we wel cheaten, anders gaan we echt allemaal dood. You can't break the gravel without. Nog wat.
Je kan u, ik ben voor je dat een shovel. En rest een torch. Die heb ik net weggegooid. Well, fuck. Deze is best wel makkelijk. Mm-hmm. Oh, donderdag wel. Zelfs ik weet hem. Wat? Lol. Oh, die mag je niet breken, hè? You know? Ja, met zorgen er bereid. Je moet even die redstone torch terugplaatsen. Zo. Die heb ik eerlijk gekregen. Ja, maar je mag hem niet weghalen. Je mag alle blokken plaatsen. Als je een blok krijgt, dan mag je hem plaatsen. Zeg ik blijf. Ja, ik wil hem nu eenmaal eerlijk spelen. Ik bedoel, als je de eerste aflevering hebt gezien, dan zie je dat we best wel noob zijn in die kutwiskunde. Waarmee mogen we dit kapot maken? We kunnen een schep maken. Mag je hem met een schep kapot maken? Met een schep mag je alleen greffel breken. Ja, maar waarmee kunnen we deze kapot maken? Geen idee. Dan hebben we nog een ijzer nodig. Eens even kijken. Ja, Maarten gaat even een regelboek bestuderen. Ja, eens even kijken. Waar ook. We kijken waarmee mag ik wat kapot maken. Wooden planks, wooden fences, wooden bees, wooden doors, crafting tables, trap doors, stone cobblestone, stone bricks, furnaces, dispensers, ores, bedrock, obsidian, bowen, ores, wooden. We moeten. Oh, ik weet hem al! Flint en steel met. Je moet net zo lang doorgaan totdat je flint en steel hebt. Mm-hmm. Hey, zie je, was toch nog even handig. Mm-hmm. Dit ding zet ik even hier neer. Het is een prachtig plekje. Ik weet het. Dan moet ik die niet gaan gebruiken. Zo. Ik weet nooit welke erboven en welke eronder moet. Oh, goed. Wij zijn wel vet goed, hè? Heel erg goed. Yeah. Yeah! Ik mag deze dingen houden, neem ik aan. Ja. Dus. This is my kitchen bakery, one of my favorite things. To do is bake cakes and stack them on top of each other. Nou, ik zal het even uitleggen voor mensen. Maarten, kijk nog eens even naar de dingen. Want we hebben niet... dit is mijn favoriete keuken of bakkerij. Een van mijn favoriete dingen om te doen is taarten bakken en die op elkaar zetten. En waar mag ik ze op elkaar zetten? Zo, weet jij hoe je een cake bakt? Als je nou eens... Oh nee, wacht. Alles pakt. Ja, dat doe ik. En waar mag ik ze op elkaar zetten? Ja. Om daar op te komen. Ja, nou, als jij even in die crafting table gaat, dan ga ik even opzoeken hoe je een cake bakt. Moeten we ook nog iets... Tuurlijk is het handig om vol mee te nemen. Als we het ooit nodig hebben. Weet je, mijn ervaring is, ik pak altijd... dingen als je die gewoon kan pakken. Oh, ik mag ook hierop klikken. Nou heb ik hierop geklikt en er gebeurt helemaal niks. Nou, even handen wassen. Even handen wassen. Moet je niet met een brood in je handen doen, nu heb je het brood gewassen. Ook goed. Oké, okay, nou. Boven 3 melk. Boven 3 melk. En dan 1 suiker. 1 suiker eronder, midden. Dat is geen suiker, Maarten. Oh, nou, sorry hier. Nee, aan de buitenkant. Hier? Ja. Gewoon zo? Nee, allemaal. Dan ook. Oh. Een ei ertussen. Een ei. Eitje erbij. Dan 3 wiet. Even wat wiet eronder. Oké, nu doe je dat nog een keer. Ja, eerst tussen. Weet ik eindelijk hoe ik een cake moet maken. Mm-hmm. Ik heb totaal niet een
een guide op mijn telefoon staan. Nee, zo zijn wij niet. Wij weten natuurlijk alle recipes uit ons hoofd. Kan ik hier gewoon erop zetten? Nee, ik zou hem even in dat blok doen. Ja, daar. Goed zo. Zit je naar achter, Maarten? Verder. Kan niet. Gewoon. Kut. Wat de fuck? Hebben we het alsnog fout gedaan? Tuurlijk, wij doen alles fout. We kunnen dit ding niet meer slopen, you know? Mm-hmm. Ik zie daar een button. Cold apple! Oh, hey. Lol. Hebben we niks aan. Pak nog een. Druk nog een keer. Een roofvis. Een boekje. Lol. Nee, je gaat nog even een paar keer. Waarom? Ik krijg gewoon een shit. Daar wordt iedereen blij van. Nou is die leeg volgens mij. Ze moeten op elkaar gezet worden. Volgens mij weet ik hem, alleen dan moeten we weer naar creative. Hoezo? Nou, dan moet je proberen hem eens op dat bovenkant van het blok te plaatsen. Kut. Dank je, Luc. Lucky, bedankt. Druk eens op E. Even kijken of je nog een blok hebt. Nee, heb je ook geen blok. Jammer dat er niet in 1.6 zitten. Want? Koolblok. We moeten een koolblok maken. Oh ja. Oh ja, die werkt dan niet meer. Even één taart. Eentje. Moet je er ook eentje slopen? Sloop dan die andere. Je kunt ze niet stekken, Maarten. Oké. Nee, dat is onze rauwe vis. Ja, ik wil geen rauwe vis. Nee, daar maken ze sushi van. Hier doen? Ja, goed zo. Zo. Ga voor Maarten. Deze is toch nog lastiger dan we dachten. We nemen even pauze. Tot zo. Hallo mensen, daar zijn we weer. We hebben net even nagedacht. En we kwamen erachter dat we nog een kokweb nodig hadden. Alleen die hadden we niet. Dus die hebben we, sorry, even ingespand. Maar Luc was weer zo geniaal. Maarten? Ja? Je bent nog iets vergeten te doen. Wat dan? Kijk eens naar je inventory. Oeps. Ja, we nemen achter elkaar op. Ja, dat komt. Ik moest dat ding dus inspannen. Ja, wij zijn niet zulke pro's, oké? Okay? Laat ons. Even je kokweb weggooien, Maarten. Dank je. Ja, als je al die dingen moet inspannen. Omdat we eigenlijk best wel slecht zijn. Dit is my archery range. Ik wil schieten. Ik wil één keer schieten. Wat moet ik schieten? Moet ik die schieten? Nee, joh, volgens mij moet je die gewoon schieten. Welke die? Wacht. Ik heb de guide. Heb ik openstaan. Ja, shoot anything. Nice. Mm-hmm. Die was makkelijk. Dit is mijn. Ach, wat een prachtige art gallery. Ik ben er echt jaloers op. Ik wil eigenlijk al die paintings wel hebben. En dan kregen ze maar even mee. Je moet wel even nieuwe bogen ook meepakken. Aangezien we toch per checkpoint ga je waarschijnlijk gewoon dood. Wie zelf moet plegen. Suicide! Dus dan heb je vast genoeg aan één inventory. Dus pak gewoon een stukje arrows. Volgens mij moet je helemaal dat ding niet. Oh wel. Dat ding was al lang kapot tijdens die eerste of zo. Ja. Ik weet niet. Zo, even voor de zekerheid, hè? Mm-hmm. Always be sure. All secure. Hey, those were valuable works of art. You better not do.
Sorry. My favorite part of my castle. Library. God, wat een sukkel. Yay, we have to do a maze. Ja mensen, ik zei in het Engels. Yay, we moeten een doolhof doen. Weet je wat, ik ga het gewoon blind doen. Ja, niet je hand omhoog houden. Zo. Ze zei, ik ga het gewoon blind doen. En maar zonder naar boven te kijken. Dat heeft ook geen zin. Wat? Naar boven kijken, dan zie je alleen glas. Nee. Ja mensen, ik heb erop. Nom nom nom. Nee, ik bedoel van boven. Oh. Kan ik mijn boog enchanten? Nee. Nou. Ik denk misschien enchant ik hem even of zo. Goed, hier kan ik erin. Hier kan ik niet heen. Dus dit is de enige weg. Hier. Dit is de enige weg. Daar kan ik niet heen. Hier kan ik wel heen. Als ik hier ga. Niet. Hier. Dat loopt ook dood dus. Hier. Loopt het ook dood. Dus hier. En dan zou ik hier heen moeten. Waar het ook dood loopt. Dus mensen. What the fuck. Wel. Fuck. Hier, kijk, hier moet ik heen, maar dit zit. Is hier ergens iets waar ik op de knop mag drukken of zo? Hier is wel water, hoor. Help. Dan kan ik gewoon niet komen. What the fuck? Dat is toch vaag? Mm-hmm. Ik kan. Ja. Alleen ik zweer, dat ding zit helemaal. Is er heel. Nee. Niet kapot maken. Nee, ik ga even in de muren kijken. Omdat jij net al hebt ge. Daar moeten buttons zijn. Ja, dat moet er wel. Hij moet buttons geplaatst hebben. Want een pressure plate die valt veel op. En een lever die valt ook te veel op. En aangezien je die buttons, die zie je alleen als je er naar zoekt. Ja, hier niet. Dus. Vaag. Hey. Even naar de vorige kamer gaan. Kan ik deze kapot maken? Wacht. Het is goed, ze hebben nog één ding. Sorry. Even kijken wat er gebeurt als ik hier een painting ophang. Helemaal niks. Oh, hey. Pressure plates. Die zullen denk ik. Ik weet dat. Pressure plates zullen denk ik allemaal. Ja, juist. Mag ik nu weer? Sometimes you have to be smart. Ik zag het hoor. Jij zag het, maar ik deed het. En nu? Wij zijn hier zo falend goed in. Ja, dat is knap hè, falend goed. What the fuck? Even kijken, welke tools hebben we allemaal? We hebben een diamond spade. Oké. En een boog. Een shovel. Mogen dirt, sand, gravel, sauce en clay. Ik heb het al. Wat dan?
Mag misschien niet, maar... Jawel! Want weet je, hij zei iets van... Flint en steel, burn anything. Hier, kijk. Anything like that again. Kijk, dan doe ik het weer opnieuw, snap je? Dat zei hij. Mm. Als je dat nog eens doet, nou dan doe ik het dus nog eens. Wow. Je hebt cold nappers, je hebt fire resist. Oh nee, grapje je niet. Nee, je kan er gewoon doorheen, want je zit op peaceful. Je mag het ook niet uitslaan. Lol. Echt niet? Nee. Ik wacht heel even. Nee, je kunt er gewoon doorheen. Gozer, ga gewoon doorheen. Zal ik de golden apple ook maar nemen? Nee joh. Je kan er gewoon doorheen, gans. Daar is water. Gozer. Het duurde even, maar eindelijk heb ik eens een keertje iets opgelost. Nou, jullie merken nu hoe goed Maart eigenlijk wel is in puzzelmaps. Ja, vooral als ik gewoon geluk heb. Hier, first my art now this you will not... You will not in my dungeon. Oké. Okay. Why my library you will... Oh. Mm. Ik ga het nog even naar Nederlands vertalen. Ondertussen ga je... Oké. Okay. Wow, mijn bibliotheek. Eerst mijn mooie kunst en nu mijn bibliotheek. Jij zal nooit in mijn dungeon komen. Welcome to my dungeon, your new... Your new home. Oeps, ik hoop dat dit de goede plek was. Want? Wat een prachtige dungeon. Volgens mij ben ik verkeerd gelopen. Mm. Oh, wacht. Maar dan ga ik het wel mooi versieren. Zo. Oh, wacht. Tuurlijk. Flint en steel. Want we gaan burnen. Ik dacht al van, shit, nou zit ik vast. Maar ik dacht van, hey, valt jou die kamer ook niet op? Nou. Welke kant mag ik op? Oh, en dan mag ik weer gewoon... Ga je terug. Dat heeft dit niet gehoord. You escaped impossible looker from... For me, you end up in my safe room, guarded by your husband, and the only way out is to get him off those pressure, and he isn't going anywhere. Flint and steel. Nee, ja, gewoon een blokje erachter als het goed is. Nee, slaan. Oh nee, mag niet. Pijlenbel. Of niet? Ja. Ja, mag dat? Mm-hmm. Wacht, kijk eens of je vuur op die muur kan zetten. Gewoon die muur. Dat kan niet. Maar ik mag hem met mijn boog. Mm-hmm. Nou, dan... Dit zal een tijd duren. Mm-hmm. Hoeveel levens heeft zo'n beest? 100. Oh, hij is dood. Oh. Nice. High five! Laboratorium to rest personal only. Oh, wacht. Dit heb je niet gelezen. Oh, dit heb je niet in het Nederlands vertaald. Oh. Yeah, je bent ontsnapt? Onmogelijk! Nou, gelukkig voor mij... Wacht, ik wil even... Je ben je in mijn veiligheidskamer. Die bewaakt door je oude vriend, de ijzeren. Wat is het? Golem? De ijzeren man. IJzeren man, ja. Iron Man. De enige weg eruit is. Om hem van die pressure plates af te krijgen. En hij gaat nergens heen. En het is. Ja. Het was alleen een beetje slap daar, Jens. Press the button. Klik. Oh, je moet gewoon die XP... Dat is kut voor. XP ding. Lol. Deze is nog best wel leuk gemaakt, hoor.
Ik loop maar ergens heen. Ik wist niet dat XP... Oh, daar kan hij langs. Als het goed is. Kom op. Kom eens. Nee, dat kan niet. Oh, wacht. Hij zit trapped. Waar moet hij door? Mag ik eens? Ik ben supergoed. Nee, au. Nee, wacht even. Waarom zijn je handen zo warm? Warme computer. Waarom is de computer zo warm? Because I'm hot. Fuck, nee. Hij was erop, toch? Ja, dan moet je dus zorgen dat hij erop blijft. Nou. Zo. Zo, erop nu. Tegen de muur aanlopen. Zo, naar links. Gewoon naar links. Nice. Die vind ik nog best wel chill gedaan. Yeah. Hey, heb je niet die de laatste bordje gelezen? Ga weg. Nee, blijf vooruit. Blijf vooruit ofzo. YOLO, swag, JWZ. Holy the sheep, charmer A. Oh, dit is de cloning machine. Danger, keep out, charmer B. Cloning. Status, uranium level low. Hup. Radiation, minimal warning, if let evacuation immediately. Nou, dit is niet moeite om te vertalen, want dit is alleen maar voor nurse die het goed zou weten. Begin cloning. Don't mess with this. This. Kijk. En nog een blik. Zal ik er een koekje op gooien ofzo? Gooi er een bel op. Ik wil hem klonen. Wacht, ga eens naar links. Volgens mij zag ik een lever. Een schaap. Waar zag je een lever? Nou, het leek alsof ik ergens een lever zag. Wacht, als ik er een schaap in gooi. Spam een schaapje. Nu die ding omhoog. En er zit een schaap gevangen. Opgesloten. Ik heb gewoon het gevoel dat we weer iets verkeerd hebben gedaan. Oké. Echt, wij zijn hier zo ontzettend goed in. Oh, hierachter is nog. Pak de potion. Gewoon alles pakken. Zullen we volgens mij ook helemaal niks mee kunnen. Maar we hebben het wel. Cash in inventory. Ik kan nog iets. We hebben een lever nodig. Ik heb geen lever. We hebben wel een nodig. Kan ik dit ding ergens mee kapot maken? Nee. Ook niet met een boog? Kan ik hem met een boog kapot maken überhaupt? Nee. Een voordeel, we hebben nu wel een schaap. Ja. Kennelijk moet je iets kapot maken. Druk op E. Kennelijk moet je ergens iets kapot maken, denk ik. Een room back. Als een kamer terug. Nog een. Met een portal? Nee. Een speler heb je opgepakt. Nee hoor, ik heb geen XP.
Dit vind ik wel oneerlijk. Hij geeft er nu niet nog een. Nee, serieus, dat vind ik wel een beetje te oneerlijk. Iedereen weet, we hebben hem gehaald. Ja, opnames. Ja dan. Die dispensers. Wacht. Wat? Spring eens op... nee, spring eens op die hekjes. Welke hekjes? Die hekjes. Spring eens daarop. En nu daarop. Dan schiet er ook geen flikker mee op. Nee, klopt. Maar ik ben wel goed in parkour. Wacht, ik weet hem al. Wel. Ik mag het doen. Oké. Okay. Dan krijg ik wel warme handen. YOLO. Natuurlijk. Fuck. Fuck. Nee, ik mag het doen. Dat was dus wel waar. Kim. Geef een groen duimpje als je dit een leuke map vindt. Ik vind het een leuke map. Fuck. Geef een groen duimpje als je vindt dat ik faal. Nu krijgen we heel veel groene duimpjes. Hè? Frank, je mag een tweede account aanmaken om te zeggen dat ik gewoon heel hard faal. En dan gewoon een extra groen duimpje geven. Ik heb er geen problemen mee. En ik ook niet. Kut. Geef mij. Nee. Mijn idee. Jij zit al de hele tijd. Ja, nou en? Dat wilde je zelf. Nee, dat is nooit mijn schuld. Ja, bitch. Goed, en nou, nee, ik mag. Ja, nou stoppen we. Nou mensen, ik hoop dat jullie het leuk aflevering... Geef een groen duimpje als je het leuk vond. Geef ook een groen duimpje als je vindt dat ik faal. Geef een groen duimpje als je vindt dat Frank een tweede account moet aanmaken om nog een groen duimpje te geven. Abonneer voor meer. Deel deze video met alle andere mensen die Minecraft spelen. En anders geen Minecraft spelen. En dames en heren. Abonneer voor meer. En dames en heren. En dames en heren. Een rode redstone is geen blauwe redstone.